Welkom allemaal. Vandaag werken we rond de tic-tac. Dat is eigenlijk een iets moeilijkere warren, zal ik maar zeggen. Huh? Je moet de warren zo onder de knie hebben. Je hebt je gezien in een van de eerste lessen. Gewoon aanlopen, goed hoogte en zo hoog mogelijk afstoten. Controleer ook eerst je muur. Deze muur is een beetje glad. Huh? Dus wees er bewust van dat je niet te hard gaat afgeven. En dat je schuift, dan kun je zelf wel eens pijn doen natuurlijk. Ja? Bij de tic-tac gaan we eigenlijk omhoog van de muur gaan. En willen we eigenlijk draaien naar onze andere kant om zo vaak te geraken naar iets hoger heel vaak of naar een precision. Ja? Naar iets hoger kan ik hier vandaag helaas niet voordoen, maar ik kan dat even op het parket doen. In video's ga je dat heel vaak vinden. Wij gaan het vandaag leren naar precision. Ja? Dus stap 1 is uiteindelijk je warren zo hoog mogelijk krijgen. Stap 2 is uiteindelijk een voet erbij toevoegen. Dan ga je met twee voeten proberen een zo hoog mogelijke warren te maken. Die twee voeten samen, maar je gaat eigenlijk omhoog lopen. Dat wil zeggen, één voet, andere voet, en dan zo hoog mogelijk proberen te geraken. Ja? Aangeraden is, de voet die je zou plaatsen bij een enkele voet warren, die ga je uiteindelijk nu pas als tweede voet plaatsen. Omdat dat vaak jouw betere voet is. Ook al mag je dat eigenlijk niet hebben, toch is het vaak zo. En dan krijg je dit. Hups. 1, 2. Ja? Ik heb nu eigenlijk al volledig voorgedaan, maar eigenlijk is het doel dat je echt meer omhoog gaat nog. Hups, 1, 2. En probeer te stijgen. Dus je ziet dus ook wel dat het belangrijk is dat je tweede voet hoger staat tegenover je eerste voet. Ja? Als je dat hebt gedaan, supergoed, dan ga je nu proberen te draaien van kant. Wanneer ga je draaien van kant op je hoogste punt? Je mag eventueel je handen tegen de muur mee voor gebruiken om je af te duwen en mee te draaien. Ja? Nu, je kan dat ook weer eerst doen met één voet, hups, één voet en draaien. En als je dat kan, hups, twee voeten. Je handen kunnen de zekere was dus helpen om nog wat rapper af te duwen. Pas op je hoogste punt wel, heel belangrijk. Ja? Als je dat hebt gedaan, wat kan je gaan doen? Dan kan je dat gaan oefenen naar precision. Ofwel, neem je iets van een band, iets van een stuk hout, ik weet niet wat door. En je plaatst die op een niet zo moeilijke afstand om te kunnen starten. Nu ga je tic-tac doen en probeer je te landen op de plaats waar je zou moeten landen. Kijk goed. Je kan het je even zo moeilijk maken door hierop te gaan staan. Je kan er maar één voet hierin plaatsen en dan direct te gaan. Dat is natuurlijk wel direct al een pak moeilijker. Bam. En zo kan je eigenlijk heel veel variaties zoeken op die tic-tac. Je kan daarna doorspringen enzovoort. Een tic-tac is eigenlijk een niet zo ontzettend moeilijke beweging. Iedereen kan die oefenen. Jullie kunnen ook allemaal thuis oefenen. Iedereen heeft wel een muur ergens staan. Hè? Dus probeer die uit en laat mij zien wat jullie ervan kunnen van een tic-tac. Oké? Succes!